Groffelen. Geen rommel. Doei. We zitten bij de nooduitgang. Kunnen we lekker gaan poelen en dan kunnen we nu naar buiten. Het is hartstikke lekker. Dus als we tegen de bergen vliegen, kunnen we lekker snel uit. Na een ontspannen reis zijn we aangekomen gisteren. En we hebben besloten eerst eventjes voor te voeren lekker. Goed te slapen. Zodat we vandaag fris aan de start staan van een hopelijk dag vol mooie vissen. Het is echt niet normaal hoeveel vissen er springt. Ik denk dat we er vanochtend al wel 40, 50 gezien hebben. Overal springen ze eruit. Het zonnetje komt lekker op, een beetje damp op het water. Vakantie puur zang, koop je? Veel meter dan dit gaat niet worden. Lekker. Heerlijk. Je bent een driller, Koops. Lekker. We moesten er even op wachten. Ik ben al een beetje onrustig. We hebben al 3 uur moeten wachten. Het is wel zo. Maar we zijn een beetje ongeduldige mannetjes, hè. Nou, de eerste is een feit. De verlossende eerste run, waar het altijd om gaat, hè. Dan weten we dat het kan. Dus nu is het volle vertrouwen daar. Hans die had eigenlijk wat meeste vertrouwen. Die zei, jullie zijn gewoon ongeduldig. Ja, Hans kwam eigenlijk op het moment langs dat we beter begonnen te krijgen. Ja. Dus Hans, wil je de volgende keer gewoon eens even wat eerder komen? Want dit is natuurlijk... Pieter is natuurlijk zo wijs om mij de eerste te geven. Zodat hij daarna lekker een bak. Ja, de eerste pannenkoek is voor de kinderen. Zo jongen. Heb je eindelijk je visje, Pieter? Niet te geloven. Gisteren eerst de lijnbreuk, of in ieder geval afgesneden. 700ste. Zweepje. Daarna 2 losses. 1 bij de batto en 1 direct naar de run. Nou, rechts aangepast, andere haken. Super snack erop. Vanochtend weer een uurtje 4 kin kloppen. En dat is niet hoor. Het lijkt gewoon dat de aastijden pas vanaf 1 uur zijn. Is bizar, maar ja, het is zo. Deze zat wel lekker in het onderlipje, deze toch? Deze zat goed in de bottom lip. Lekker. We hebben een klein beetje meer van pêcheurs aan de andere side of the lago. Ik denk dat 14 engeltjes? Ja, dat is nummer 14. Ik denk dat ze uitgaan. Ook voor de zekerheid. Ja, en 1 boei en dan zitten ze denk ik ook zo'n beetje 14 meter uit de boei. Met 14 engels. Doe de compacte voertechniek, die man. Nou, actie mooi hoor, vanochtend. Mooi opstapprobleem hier. Ja, Martijn dacht van nou, in Spanje, daar heb ik het niet zo zin eigenlijk. Blijf even lekker liggen. Ben er een keer om, joh. Dus in plaats van dat we 4:15 gingen vertrekken, ben dat even niet zo later. Hij is een uurtje verslapen gewoon. Welkom bij de cursus Rally Rijden Martijn van Ommen. Ze zijn eigenlijk de druk, joh. Krijg gewoon even een keer mee, Debs. Kunnen we wel wegpoetsen, Debs. Kijk, dat krijg je dan hè, met de rallycursus van Eloise. Een kleine achteruitrijtechniek. En dat was eventjes een kleine... We stonden vrij vlot stil. Ja, dat stond een beste boom, hè. Jezus. Ik denk dat daar de troepen aankomen. Het verslaapteam. En lekker paaltjes rossen. Lekker paaltje, lekker! Lekker paaltje hengsten met je huurauto. Nou, varen gelijk de lijnen eruit. Ja, lekker. Oh. Lekker hoor. Liggen op ramkoers. Martijn, door het ram. Lekker paaltjes, lekker! Ben je lekker uitgeslapen? Klaas, dat je nou eens even aan ons geeft.
Faule egoïst. Man, dan zit ik al, als ik al 2 dagen op te wachten. Ik ben toch blij dat jullie een beetje op ons wachten dan hoor. Maar wel lekker jongens, even lekker aankomen, meteen een runnetje. Nou, hebben wij niet zo lang op gewacht hoor. Perp. Nee, we hebben bijna niet hoeven te wachten. Ik word helemaal gek dat dat ding niet afbleert. Als je 300 vissen ziet springen, dan gaat het niet. En dan denk je op een gegeven moment... Kijk, hier is even. Kijk, heb je hier bomen aan deze kant. Het begint dus daar. Het stopt. Dus als we daar net buiten gaan zitten, een metertje of 6, 7 van de takken af. Tot waar lopen die takken? Ja, die beginnen daar een metertje of 20 uit de kant. En dan gaan die 70, 80 meter door. Dat was een lumpus, waar? Lekker! Nou, snelle aanbeet binnen een uur. Hij zit alleen een beetje te diep gehaakt. Dus we gaan eerst even de herlengte wat aanpassen. Dat we iets langere her maken. Want we hebben het idee dat de lengte van de onderlijn wel goed is. Omdat de bodem niet te hard is. Dus we gaan eerst even proberen de her even wat langer te maken. Zodat eigenlijk de vis, als hij het aas uitspuugt, de haak wat beter richting het uiteinde van de onderlip gaat. Misschien dat we ze dan beter haken, want dit is niet goed. Vandaag 4 aanbeten, 3 vissen. Eigenlijk te weinig, dus Ron en ik zijn net bezig kijken op een andere stek. We hebben het idee dat we hier gewoon weg moeten. Ja, die andere stek is een stuk interessanter. Het smalle gedeelte van de rivier. Beide kanten, de overkant en de eigen kant kun je mooi aanvoeren om de vis af te blokken. Je hebt wat obstakels waar we tegenaan kunnen vissen. Ik denk, gewoon proberen. Dit is gewoon te weinig geweest. Met zoveel inzet, veel voer erin gegaan. 3 vissen per dag, 3-4 vissen is niet genoeg. Zeker niet met z'n 4. Oh, what the-
Komt door! Nou, eerst een 30er en feit, jongens. Mooie schub, ruim 70 kilo. Vet bruut. Terwijl de snoepbasis op onze stek zaten, werden we al een beetje geïrriteerd. Het leek niet te deren, David, want hij tette even af. Dat ze er eerst 10 moeten vangen voordat ze bellen met die dikke palinglippen. Vuile honden. Dikke paling op. Lekker. Oh, heerlijk. Dat is nog eens een lekkere binnenkomen. Oké, lekker hoor. Daar waren we even aan toe. Nou, zeker wel. Nou, morgen lekker liggend vissen, denk ik, joh. Ik denk lekker even de schijf dichten. Kleine haars. Zo, Koop, scheiding erin. Ik heb hem even naar rechts gelegd dit keer. Lekker in de tapasbar. Ja, met een job. Heb jij even een lekkere roasted ham? Die hebben we weer een anderhalve dag over gehad. Zo lekker, hè? Radio. Ho, ho. Ho. Hoeveel heb jij er besteld, Koen? Ik heb even lekker 2 pannetjes gedaan. Voor de zekerheid. Als de ene lintworm slaapt, is de ander wakker. En door. Zo lekker. Wat is dit? Dit zijn even een soort van sperrit en zoetzure saus. Niet meer normaal, hè? In een korte samenvatting, fucking lekker. Jongens? Jawel, joh. We doen het wel hier, want hier is het helemaal pijnlijk. Kun je gewoon hebben. Oh, je gaat een hele lange doen, flikker op. Nee. Ja, je moet wel een streep zien, Koen, dan zei je er niks aan. Ja, nee, nee. Lekker! Wat een nog deel! De boer had wat moeite met opstaan. Hij heeft even een jackassje gedaan bij mij om 1 uur s'nachts. Ja, lekker was hij. Een kleine haakje. En toen hadden we wat moeite met slapen. Maar... En George is een pop. George, daar rechts, hier is die man. Dat noem je even in beeld. First World,
En die heb ik gewoon weggegeven. Ik weet niet wat er met me is. Maar... Of jij dacht eerst toch een top. Ja, dit is wel lekker hoor. What I do, I'll take care of you. Nou, normaal gesproken gaan we niet voor loodverlies. Dit is nu echt zo'n stek waar dat wel voordeel heeft om je lood of een steen wel te verliezen. Omdat we vol tegen de obstakels zitten. We willen dat die vis snel omhoog komt. We doen dus ook het palletje in de clip om de swivel te vergrendelen. Het palletje zit hier, zodat het lood ook echt los kan komen. Teelrubber schuiven we dus een beetje naar boven. Lood kan makkelijk weg. En dan hebben we de meeste kans op een succesvolle drill. Weersverandering gehad, een lekker windje erop, beste wind, lekker golfjes, luchtdrukje wat gedaald, dus het ziet er goed uit voor ons. Oei. Oh! Run! Thank you.
Lekker Debsie. Heel lekker hoor. Wat een schouders, hè. Wat een lekkere, massieve vis. Gigantische rug erop. Ja, gewoon genieten, hè. Ik. Ja. Toch niet? Ja. Pak hem, hengsten. Draaien. Volgas aan het knopen hier, de mannen. Lekkere zand erbij. Ja, want morgen wordt ons topdag. Vandaag de 19e paars. Doei! Morgen gaan we nog eventjes alles uit de kast halen. Lekker pulsje. Dat moet ik ook doen, boys. Lijkt me wel. Nou, zoals je ziet zijn de bekken bij deze karpers relatief klein. Dit is toch een vis van een kilo of 16. En daardoor hadden we in het begin wat moeite met de juiste inhaking te vinden. We visten met een groot haakaas. En daardoor hadden we heel veel haken in de hoeken van de bek en kregen we losses. Nu zijn we wat kleinere haakaas gaan gebruiken. Snijden we 20 mm snijden we stukken vanaf. En in combinatie met een shot aan de hoek en de puttyholder, ja, hebben we nu eigenlijk wel een hele goede inhaking, zoals jullie zien. Hangen!
Rambam boterham, zegt hij. Ga het even los, Kalen. Ja, we hebben ze nu eindelijk waar we ze hebben willen. Kom op, Bak! Kom op, pak hem, Bak. Het is een bak. Kom op! En door! Wat een chaos. Met free batteries. Ziet er goed uit, Haak. Lekker voor de opstaat hier, hoor. Mais, bollen door, wat criminol. Dan kunnen we dan rondom onze AK's voeren. Toch wat attractiever. Gedurende deze week vissen op de Ebro testen we een nieuw sample van de Stamina Striphead 35 pons. Uiteraard gaan we die uitvoerig inzetten voordat deze op de markt verkrijgbaar is. Nou, we gebruiken hier ook de shot en hoekrubbers. We hebben een aantal vissen toch een beetje in de hoek gehaakt. En het mooie van dit product is dat je eigenlijk met een dikke haak, een supersnack maat 4, nog moeiteloos het rubbertje over de haak kunt schuiven. Zodat je haak in pole position ligt. Nou, zoals jullie zien zijn dit haken met een redelijk korte steel. Dan gebruiken we eigenlijk altijd de medium liner. Ik hoor wel eens mensen zeggen dat ze moeilijk om een grote haak krijgen. Nou, dit is een supersnack maat 4, een vrij dikke haak. Ik wikkel even de lijn om mijn hand heen. Pak dus duim en wijsvinger in de liner en schuif hem moeiteloos overheen. Nou, ook in deze situatie kiezen we weer voor om onze geliefde puttyholder erop te doen. Ik heb de online nat gemaakt. Gaan we nu opschuiven. Altijd voorzichtig eventjes, zodat de coating mooi heel blijft. Door een klein wortje te maken is het makkelijk om de putty op de puttyholder te bevestigen. Knijpt hem dicht, op deze manier. Daarna rol je eventjes een paar keer tussen duim en wijsvinger. En ben je ready to go. We hebben de puttyholder in positie gebracht, 5 centimeter onder de haak ongeveer. Nou, daar kan hij helpen bij de inhaking, effectieve inhaking. En uiteraard zorgt hij er ook voor dat de online mooi plat op de bodem gaat liggen. Door het speciaal gevormde haakje kunnen we stellen dat dit de meest effectieve en gebruiksvriendelijke swivel is. Deze combineren we uiteraard met onze tungsten anti-tangle sleeve.
and learn to love what burns, and gather courage to return to faces in the crowd. Faces in the crowd will smile again, and the devil may cry. Devil may cry at the end of the night. Faces in the crowd. Faces in the crowd will smile again. Always. Ja, ja. Daar gaat, daar gaat. Wat ga je doen? Ja, ik zat te kijken gewoon. Niet zijn, nee, nee. Houden, lagen, laaien. Pech gehad, dikke bak verspeeld net, hebben jullie gezien. Zelfde hengel, weer een bak, 21 kilo. Woehoe. Lekker, euro bak. Dit is een pit. Come on. Kapot. Ganz kaputt! Thank you.
Deze dag staat in het teken van de bakken. Pieter had vanochtend een buffel. Een paar aantal goede vissen er tussendoor nog. En nu weer een bak. Dikke polsgup, gek. Hé? Ja, dikke polsgup. Ja, dikke. Dikke polsgup. Woehoe! Wat een beauty, gek. Alle knijtjes. Leuk is wat een ding, jongen. Ik heb gewoon een dikke. Oei, 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 oei. Wat een kakken, jongen. Shit, dat is wat een vies. Denk je mooiste vis ooit, Piet? Denk het ook wel, ja. Belachelijk bruut vis. Nee! Siluur. Nee, dat is niet zo. Hij zit daar aan de Maar dat moeten we eigenlijk ook hebben. Zo'n stinkding. En daar staan we er nog een. Oké, deux bateaux. Twee netten.
Dick. Yo! Come on! Come on! Dus dit is 20 picks. Hou op! Kilo! 20 yes! Dit is een dag uit duizenden. Koen net 20,5, deze 20,5, Akkie 18 ruim, Sharon 18, niet normaal wat een beren. Na een berenbos dankt zeker, heeft zijn naam zeker hier aan gedaan. Wat een sessie. Oh, en dan ook nog die volgschub. Dag. Wat een beren. Vet, vet, vet. Dikke pak, dikke 20 weer. Meterschoen. Oh, is een jumper. Gekkenhuis dit, jongens. Niet normaal. Ja, dit is denk ik ook run nummer 20 van vandaag, of niet? Ja, sowieso. Fucking kijken jullie. Nee. Ideaal van deze mat. Even de flapjes los. En dan doen we zo de laadklep uit. Magnifiek, tik hem aan, houden. Hoppa. Het is goed, dit. Nou, die White Choco, die bak ze loco, gasten. Voor mij niet meer anders dit jaar. Jongen, jongen, een bakker. Niet normaal. Dit was zo een dag. Jack van Gelder die blaarde het ooit met een goede voetbalwedstrijd. Nou, zo voelen wij ons na deze geweldige Ebro-dag. Wat hebben we zitten tetteren, boys. Niet normaal. Ik denk dat we nu een dikke 30 runs hebben. 26, 27 vissen. Een partij bakken. Ah, bizar. Bizar. Gasten, wat een topper! Belachelijke dag. Belachelijk. Oos. Oos. Veel mooier wordt het niet, jongens. Doei. Yes. Hou wiener schnitzel. Morgen. Hey,